Hey, en wat superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video en ja, leuk dat je erbij bent. Vandaag heb ik een beetje een speciale extra video. In deze video is het gesponsord door TMU en ik heb wat leuke pakketjes gekregen die alles te maken hebben met de webshop, live uitzendingen en eigenlijk van alles. Ik neem jullie gewoon mee. Mochten jullie het leuk vinden, onder in de beschrijving staan alle linkjes en staat eventueel ook een kortingscode. Want naast dat TMU deze producten verkoopt, hebben ze ook heel veel andere producten die gewoon heel leuk zijn voor van alles. Dus zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen. Ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaat deze video in het teken staan van de webshop. Ik ga ze zo samen met jullie uitpakken. Maar wat ik heel graag al heel lang wil voor de webshop is een professionele fotostudio. Ja, en je begint natuurlijk eerst met de webshop en alles heel klein. En zoals jullie weten groeit het heel hard. Er komen veel video's online, veel DIY video's. Elke keer pas je wat aan, er komen meer lichten bij, er komen grotere lichten bij. Je probeert het steeds professioneler te doen. En ondertussen zit ik op een punt dat het eigenlijk al heel, allemaal heel professioneel gaat. De studio waarin ik film voor de DIY pakketten, dat gaat gewoon heel mooi. En er zitten gewoon gelijk allemaal goede lampen. Iets om elke keer heel goed over na te denken. Nu kreeg ik bij de live uitzending wel bericht dat het soms makkelijker is, dat het nog net even iets meer licht is. Dus daar staat het op en ik wil gewoon veel meer professionele foto's maken. Ja, voor op Instagram, Facebook, de website. Eigenlijk wil ik gewoon elke keer alles steeds beter en mooier. Wat natuurlijk ook logisch is. En daar hebben deze pakketjes alles mee te maken, dus ik ga ze met jullie uitpakken. Allereerst hebben we hier een pakketje waar meerdere pakketjes in zitten. En dit pakketje. Ik zie al wat het is. Het is gelijk ook een lamp waar ik mijn mobiel op kan zetten. Het zit hier goed verpakt. Het was trouwens ook heel snel in huis. Deze lamp, die heb ik, ik ga hem zo even in elkaar zetten, die heb ik speciaal gekocht voor de live uitzendingen. Ja, eigenlijk ook de live uitzendingen, want daar kan ik mijn telefoon op doen, maar ook de camera. En dan heb ik gelijk goed licht, omdat hij dan in de cirkel valt. Dus dat vind ik heel erg handig en ook handig voor Instagram filmpjes. En extra korte DIY's, want ik wil eigenlijk elke keer steeds meer opnemen. Ik denk, ik ga zo een DIY video opnemen. Dan kan ik gelijk even deze testen, die ringlamp. Want dan neem ik ook gelijk een filmpje voor Instagram op. En het geeft gelijk extra licht, dus dat vind ik ook weer leuk voor de video. En misschien dat ik dan ook wat meer, want ik wil soms wat meer van bovenaf filmen. Daar kan ik misschien deze ook voor gebruiken op mijn werkbank. Dus dat is dan ook tof. Ik vind echt, jongens, hoe het is verpakt. Alles zit in extra doosjes. Het staat duidelijk op wat het is. Het ziet er gewoon echt heel goed uit. Ik kan niet anders zeggen. Als het niet zo was, had ik het ook gezegd. Oké, ik zit er deze zonder beschrijving. Deze moet natuurlijk hier op. En dan moet die andere hier binnenin. Want dan komt die lamp gelijk in het midden. Nu wil ik eigenlijk gelijk gewoon een tweede camera die ik van bovenaf kan laten filmen. Even kijken, we doen het stopcontact. Kijk of het doet. En dan hebben we hier verschillende knopjes. Ah, hij doet het. En ik kan hem harder zetten. Ik kan ook verschillende soorten kleuren licht. Ik moet echt even uitzoeken wat dan bij bloemen het mooiste is. Maar het mooi dat ze naar recht komt. Daar zit ik natuurlijk helemaal niet in. Dus dat is echt heel tof. Eerst iets meer opnemen. Dit was echt heel mooi verpakt. Ik zei in een zakje. En dat zijn gewoon eventjes stickertjes voor de webshop. Okay.
Dit is ook een heel leuk product. En hier ben ik heel blij mee, wat ik al heel lang heb. Hè. Dit is een... Ja, het lijkt een beetje raar. Maar hier kan ik, als ik het bloemstuk heb gemaakt, dan kan ik hem hier opzetten. En dan kan hij zo mooi ronddraaien. Ik ga het zo op een beeld invoegen, want hier ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Dit wil ik echt al heel lang heel graag hebben. En dan draait hij zo automatisch rond en dan komt het bloemstuk extra mooi tot zijn recht. Echt heel tof. Blij mee? Dan het volgende pakket. En ik ben benieuwd wat hier in zit, want ik weet het eigenlijk niet meer. Ik heb alles gewoon zelf uitgekozen. En ik ben ook wel echt zo ontzettend blij mee, nu al. Ik kan niet wachten om het met jullie te delen. Om gewoon nog meer mooie beelden van bloemschikken te delen. En dat is echt tof. Ik weet het al. Hier zit een fotostudio in. Een fotobox. Een ringlight studio box. En daar kan ik het bloemstuk inzetten. Ik ben benieuwd hoe groot die is. Want soms zijn ik denk dat die wel echt voor kleinere bloemstukken zijn. Maar voor grotere heb ik straks nog wat anders. Oh, ik kan het zelfs meenemen. Niet dat ik mijn bloemstukken overal mee naartoe neem. Maar er zit heel luxe in. En er zitten wanden bij in. Dit is de box. Het is wel echt voor kleinere bloemstukken en artikelen voor de webshop. Maar ja, goed, die heb ik ook. Dus dat is niet... ja, ik ben benieuwd hoe mooi dit gaat worden. En dan, hier heb ik verschillende banden in. Er zitten lampen in die je kan toevoegen. En dan heb je gelijk hele goede professionele foto's. Ik ga je dit zo even laten zien. Oké, ik zit even op de grond, want ik was echt te nieuwsgierig of ik dit wil uitproberen. Ik heb hier de lightbox en die kan ook in verschillende standen. Echt ideaal. Ik ben een beetje aan het... Ja, aan het uitproberen hoe het nou werkt. En daarin kan je fotograferen. En daardoor kan je hele mooie professionele foto's maken. Hè? Ik zal even een foto ook invoegen hoe dat eruit ziet. Ik heb er nu een klein bloemstukje in gezet. Hij is niet heel groot. Maar ja, voor veel bloemstukken zou die echt wel kunnen passen als het niet te hoog is. En anders heb ik dat andere. Die moet ik straks wel even uitpakken. Maar daar heb ik het andere voor besteld. Maar kijk hoe mooi. Ik heb dus verschillende standen. Ik moet het nog even uitvinden. Ik heb hier een klein bloemstukje even ingezet om te testen. Je kan ook vanuit boven afvilmen. Kijk. En foto's maken. Tenminste, volgens mij is het daarvoor bedoeld. Maar misschien ook om nog extra lampen toe te voegen. Het is voor mij nog aardig nieuw allemaal. Dus ik ben het even aan het uitvinden. En ook hier kan ik meer licht toevoegen. Dat doe ik met... deze knopjes kan je dan zelf kiezen of je ja, aan, uit, aan. Hier kan ik hem harder mee zetten. En hier kan ik wisselen van kleur met warm, licht of... Ja, dat is ook even uitkijken hoe je wat het mooiste is bij bloemstukken. En ik moet heel eerlijk zeggen, fotograferen van bloemstukken, dat is echt een kunst op zich. Want het is echt heel moeilijk. Ik heb op school een en ander daar wel eens een cursus voor gehad, maar het blijft gewoon echt heel moeilijk. Maar ja, dan helpt dit natuurlijk wel heel erg mee. Ik heb nu even op de grond gezet, maar ik ga het nog allemaal even een mooie plek geven. Ik wil nou eigenlijk even het grote scherm in elkaar zetten. Dan ga ik nu verder met het grote scherm. Nu is het tijd om deze in elkaar te zetten. Dit lijkt niet moeilijk. Ik zet trouwens alle linkjes onder in de beschrijving. En ik zal de prijzen er ook bij zetten. En er is een couponcode. Die staat ook in deze video. Deze moet je gewoon uit elkaar draaien. Oh, ik heb ondertussen het bloemstukje nog. Draaien. Die zou ik zo ook even uitzetten. Oké. En dan kan ik deze, kan ik hier een vierkant frame van maken. En dan kan het scherm aan. Dus dat zal ik jullie zo even laten zien. Oké, het scherm staat zoals je achter me kan zien. Ik weet nou nog niet helemaal precies of ik het doek ook andersom moet. Want ik heb wat ruimte over en ik kan hem ook over dwars. Maar dan is hij wel weer heel lang en wat korter. Maar misschien dat je dat ook wel zelf kan aanpassen. Ik ben dus heel benieuwd... Of ik nu ook hier in het, met editen of ik er een andere achtergrond achter kan doen. Ga ik toch even proberen. Als het goed is zou dat moeten kunnen. Dus dan ga ik dat nu doen. En dan heb ik nog één pakketje om in te pakken. En dat is ook weer een lamp. Dus die ga ik ook eventjes weer uitpakken. En dan hebben we hier nog het lampje. Dat heeft zij besteld.
Die is erbij. Oh, en je kunt verschillende kleuren toepassen. Je hebt natuurlijk ook te maken met warm en koud licht. En hier zit ook weer een statief bij. En dan heb ik nu geen lamp aan. En dan zal ik hem even aanzetten. Dan kunnen jullie het verschil zien. Wauw, die doet het goed. Ik heb ook weer verschillende kleuren en standen. Dat ga ik allemaal eventjes uitzoeken wat weer het mooiste staat bij bloemschikken. Zo, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik allemaal heb gekregen en wat ik er voor moois mee ga doen. Ik ga nog veel meer filmpjes voor jullie maken. Het geeft me helemaal nieuwe energie om nog meer met jullie te delen. Ook op Instagram en op Facebook. Mocht je zelf iets leuks willen shoppen, hieronder in de beschrijving vind je alle linkjes. En dan vind je ook een couponcode. Dus dat is zeker leuk ook als je wat anders wil shoppen. Bijvoorbeeld heb je altijd een leuke korting. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ga veel met jullie delen. Er komt nog veel meer aan. En ik hoop dat jullie het een leuke extra vlog vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!